Ik loop van de heuvel. Iets verderop ligt een man. Zeg maar een vrouw, dat is dramatischer. Ligt zij daar in hulpbehoevende omstandigheden of maak ik dat ervan? Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen maak ik het ervan. Ik versnel mijn pas, dat wil zeggen dat doet de heuvel. Ik ben van plan haar te gaan helpen. Dat is mijn lust en mijn leven, een vrouw te helpen en ook de enige manier om ze afhankelijk te houden. Opeens moet ik denken aan die jonge hulpverlener, hij was onderhoudstherapeut, waarmee ik eens bij toeval in een bokstent terechtkwam, waar voor onze ogen een schriel bijstandsmoedertje, een vrouwtje dat van de gemeenschap leeft zonder daarvoor met iemand naar bed te hoeven, hoe daar een schriel bijstandsmoedertje door een briesende prijsvechter links en rechts door die tent werd gemept, tot groot amusement van het publiek. Elke keer als zij tussen de mensen belandde, werd ze beetgepakt en weer enthousiast terug in de ring geworpen. Mijn vriend echter kon dit niet aanzien en gaf haar een biljet van 25 gulden en lispelde: ga een cursus volgen. Maak je dat je wegkomt. En wilde met mij de tent verlaten. Maar hij overschatte het belang van de minderheid ten opzichte van de wil van de meerderheid. Een fout die hulpverleners wel vaker maken. Hij werd in de ring gesleurd, uit zijn kleren getrokken. Ik draaide mijn hoofd weg, ik propte mijn vingers in mijn oren bij gebrek aan een biljet van 25 gulden. Toen ik weer durfde kijken, zag ik hoe die briesende prijsvechter krimpend van de pijn terugkroop naar de hoek van de ring. Ik heb mijn vriend nooit durven vragen wat hij gedaan had, maar hij mompelde iets van: het doel heiligt de middelen. Ook een fout die hulpverleners wel vaker maken. Ik was nu tot vlak bij de vrouw aangeland. Zij lag daar werkelijk onder erbarmelijke omstandigheden. Ik dacht, jammer dat ik mijn fototoestel niet bij me heb. Was het bloed dat er uit haar mond kwam of maakte ik dat ervan? En was dat wel haar mond? Ik knielde bij haar neer. Mijn knieën kraakten. Ik ga niet vaak voor een vrouw door de knieën. Mijn gewrichten staan stijf van het egoïsme. Ik lag nu oog in oog met haar mond. En ik vroeg mevrouw, of misschien juffrouw, kan ik misschien iets voor u doen? Ze keek lachend op en zei: gefopt. Ik dacht, dat ga ik ook eens proberen. Ik ga onderaan de heuvel liggen, gulp ketchup uit mijn bek. Ik lig daar een uur, ik lig daar anderhalf uur. Ik hoor klik-klak, klik-klak, klik-klak. Klik-klak, klik-klak, klik-klak. Ik lig daar een halve dag, iemand chokt voorbij en zegt: jammer dat ik mijn fototoestel niet bij me heb. Ik lig daar 3 maanden. De maaien beginnen uit de ketchup te kruipen. Dan passeert er een cameraploeg met geluid. En vanaf dat moment is de voorbijtrekkende horde niet meer te overzien. Tienduizenden, honderden, miljoenen trekken aan mij voorbij. Ja, daar ligt die van de televisie. Moet je nou toch eens kijken. Na 16 jaar komt er iemand bij me staan die zegt: als u hier nog 15 jaar blijft liggen, maakt u kans om in het Guinness Book of Records te komen. Maar voor welke discipline, vraag ik hem. Voor medelijden hebben met jezelf. Ik heb voor jou een belangrijke boodschap, maar eerst dit. Er was dus een koning. En die koning die had een... Er was dus een koning. En die koning had een boodschapper. Een plichtsgetrouw toegewijd ventje dat dag in dag uit boodschappen bracht daar waar de koning ze hebben wou. En als er op een dag eens geen boodschap was, vond de koning het zo sneu dat hij de man met een lege envelop op pad stuurde. Fout die de overheid wel vaker met zijn ambtenaren uithad. De man haalde zijn pensioen en genoot er nog volop 3 maanden van. Toen kwam er een tweede boodschapper en die wou wel eens weten wat er in die envelop zat. En die bleek leeg. En hij ging naar de koning en zei dat het geen manier van doen was om hem zo door het land te laten schokken. Ook deze man haalde zijn pensioen en kon er nog net een halve dag voor rondkomen. Toen kwam er een derde boodschapper die niet alleen de envelop openmaakte, het bericht las, maar daar ook kleine wijzigingen in begon aan te brengen. Zodanig dat de situatie in het land maar dan ook volkomen uit de hand liep.
En de man wist het zo te draaien dat de koning daar de schuld van kreeg. Ja, hij wist het zelfs zo te wenden dat de koning van de troon werd gestoten. En dat hij de nieuwe koning werd. Denk je dat die nieuwe koning nog ooit een boodschapper in dienst zal nemen? Nou, het antwoord brandde mij op de lippen. Of waren het de maai uit de ketchup? De man wierp mij een cassette toe en zei: Heer, breng deze boodschap daar waar het lot u brengt. Dus ik naar mijn auto. En ik... Wat doe jij hier? Moet je niet thuis bij de kinderen zijn? Hè? Wat doen jullie hier? Is dit wel goed voor een bioritme? Moeten die morgen niet gewoon naar school? Alweer vakantie, wat nu weer? Aardappelmoeheidsvakantie. Is dat nu? Oh, nou, mag ik misschien even de auto? Ja, ik weet ook wel dat het een stoel is. Ik heb die mensen verteld dat dit mijn auto is. Dat geloven ze. Ja, ja. Als papa dat zegt, dan nemen ze dat blindelings van hem aan. Ik wou dat jullie iets meer van het vertrouwen van die mensen hadden. Dat zou me handenvol geld schelen. Ik gooi de cassette in het dashboardkastje. Ik start de motor en rijd vervolgens met een vaartje van ruim 100 km per uur op 1000 mensen af. Misschien beter even zo gaan zitten. Het is de laatste keer dat ik je leven red vanavond. En rijd met een vaartje van 100 km per uur op 2 brandweerlui af. Vond ik een leuke actie van het schuim op het Binnenhof. Vond ik een hele leuke actie. Alleen schuim op het Binnenhof is daar niet al een beetje veel van. Wat? Ja, die zal ik maken. Kinderen die herinneren mij aan iets. Bij ons thuis noemden we dat het orgasme van Van der Scheur. Kan er ook niks aan doen dat hij zo heet. Kan ik niks aan doen. Van mij had hij ook Cor van der Laak mogen heten. Hou je er buiten, kok. En voort gaat het. Verkeersborden flitsen aan mij voorbij. Geluidshinder, wat moet ik daarmee? Als ik gas geef, wordt de geluidshinder groter. Trap ik op de rem, is de geluidshinder niet meer te overzien. Denk aan onze kinderen. Denk aan je eigen kinderen, ja. Genoeg aan de mijne. Overstekend wild. Laten ze in het bos borden neerzetten met voorbij razendsnel verkeer. De autoradio geeft merkwaardige marsmuziek. Bochel, 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 bochel. Afgewisseld door een gedicht. Er was een man die niet langer God ontkende. Hij dacht, als ik het zelfs geloof, dan moet het wel zo zijn. Er is nog hoop, riep hij, dwars door de ellende, zoiets als water drinken en denken, heerlijk wijn. Het was in een tijd dat de verwarring groot was, de dreiging van de bom haalde de pit eruit. Je zou als leek geneigd zijn te denken dat God dood was, een gat in de markt dus voor een positief geluid. De man riep, kom, ik ken de weg, de waarheid en het leven. Als je erkent dat je een zondaar bent, moet je mij je vertrouwen geven, krijg ik een C-omroep en 2 zetels in het parlement. Hij zag zichzelf al zitten in de hemel, zei het op gepaste afstand van zijn vaders troon. Hij dacht, als God mijn vader is wat ik aan mag nemen, moet ik een halfbroer wezen van Gods zoon. En hoewel er velen zeiden dat die vent getikt was, erkenden anderen hem onherroepelijk als hun heer. Hij riep dat alles voorbeschikt was en keek dientengevolge niet goed uit in het verkeer. Zo kwam hij toch nog onverwachts op een kruispunt om het leven. Daar hebben zijn discipelen 3 dagen heel devoot op hem gewacht. Ze hebben hem zelfs een 4e dag een kans gegeven en hem toen naar het crematorium gebracht. Daar was het of God zelf zich met de plechtigheid bemoeide. De schoorsteen wou niet trekken en de rook sloeg neer. Zo stikte gans de achterban terwijl de heer verschroeide. Er is nog hoop, dat zie je dan maar weer. En voort ging het over het door najaars slagregens geteisterde asfalt. Ik kijk uit mijn rechterraampje en naast mij draaft een hert. Duh. Ik roep, je moet oversteken, jongen, je moet oversteken. Je die verkeersborden net niet gezien, nou ja. En het hert kijkt mij aan met een kopie van wedstrijdje doen. Automatisch laat ik het gaspedaal los. Het hert neemt een lichte voorsprong. Dit laat ik niet op me zitten. Ik geef een dot gas. Het hert klapt tegen een verkeersbord en valt links uit de flank voor mijn rechtervoor. Ah! Ik gooi mijn portier open. Ik ga op mijn hoge hoed staan. Aha. Aha, is dit dat bos waar ze die ontslagen violisten ingestuurd hebben? Ik loop om de motor en... Wacht, ik heb een Volkswagen. Ik loop om de motor. En daar ligt het hert reutelend, schuimbekkend, alsof het een fles dreft. In één keer achterover heeft geslagen.
werkelijk onder erbarmelijke omstandigheden. Ik denk, jammer dat ik mijn fototoestel niet ben. De avond valt, boem, de wind huilt, miauw. Een uil roept koek, koek. En daar. Daar. Over de kruinen van het geboomte. Verschijnt. De volle maan. De volle maan. En nu eerst. Nu eerst zie ik de contouren van dat krankzinnige kasteel waar mijn avontuur zich voltrekt. Ik loop terug naar het hert. Ik voel nog één keer aan haar buik. En na een kort inwendig onderzoek kan ik niet anders dan concluderen dat het hert zwanger is. Zij heeft een reetje in haar buik. Ik klop op de vermolmde voordeur van het kasteel. De deur scharniert naar binnen open. Kan ook een nieuw merk zoutje zijn. En achter de deur staat een klein eng mannetje. En ik denk... Maar hij heeft me met mijn kraag en... En hij vraagt me... En ik zeg, ja, ik kom uit de berm. En dan komt het hert op die snelweg aangerend. Paf! Kunnen we niet de politie... Het mannetje snoert me de mond. En trekt me een hal in. En in die hal... staat nog eens een keer... 68 van die kleine mannetjes. Het zijn er 4. Wacht even, voor die 6e. Daar heb ik altijd moeite mee. Gisteravond is het 22:30 geworden. Ik geloof dat mijn onderbroek er straks zit. Hé, hoe kan dat nou? Ik had ze toch allebei ingedaan vanmorgen? Ik had ze toch ingedaan vanmorgen? In het glas op de wastafel laten staan. Je hebt je gebit toch wel in, hoop ik, hè? 68 van die kleine mannetjes. En die deinzen achteruit. En vormen een halve cirkel rond een ovale vijf. Op die vijver lopen heel voorzichtig, schoorvoetend, 2 onvoorstelbaar kleine schoentjes. Eerst aarzelend, maar al vrij snel regelmatig rondjes draaien. Van 36-2. En al die mannetjes roepen, geloof in de kinderschoen. Geloof in de kinderschoenen. Het zweet breekt me uit. Ik geloof wat ik kan. Maar ik kan niet voorkomen dat 1 van de 2 schoentjes water maakt. Ik kan niet voorkomen dat de schoentjes als baksteentjes van een poppenhuisje naar de bodem van een vijver zakken. 1 ogenblik. Is het doodstil. Hoe is het mogelijk? Je vraagt 1 ogenblik stilte. En er zit weer een of andere man de hele tijd zo. En opeens, hopsakee. Bind dan je voeten aan elkaar. Als je van die ongecontroleerde reflexen hebt, man. Op deze manier gaan we heel lang. 1 ogenblik is het doodstil. Toen nou, laat het maar zitten. 1 ogenblik is het een ongecontroleerde rotherrie.
Mensen schoppen flesjes onder, wordt gekucht, gehoest. En enkeling steekt zijn vinger in zijn keel, gaat blaar. Die 68 mannetjes omsingelen mij. Pakken we dat beet. Delen mijn lichaam op. In 136 handen. Ik kom in een gang. Ik kom op een trap. Ik kom langs de deuren. Spannend, vind je niet? Ik ben blij dat ik het zelf verzonnen heb, weet je dat? Stijn nou te huilen, lachen. Oh, je staat te huilen, sorry. Oh, dat zag ik even niet. Wat is er dan? Oh, dat. Oh, dat. Ja, ik bedoel, het is al vervelend genoeg dat ik Spanje-Malta niet kan zien, maar... ik heb hier even wat te doen. Hè? Ja, maar liefste, wat zegt de therapeut ervan? Nou, dat is wat ik al jaren tegen je zeg. Ik bedoel, als jij nu nog met de oorlog zit, dan heeft Hitler hem toch een beetje gewonnen. Dames en heren, laten we een paar dingen scheiden. Ik bedoel, als ik met mijn vrouw in gesprek ben, hoeft u daar niet de one-liners uit te pikken en daar een applausje uit proberen te trekken. Volstrekt buiten elke proportie als u weet om welke hoeveelheid leed dat hier gaat. Kan de grap nog zo leuk zijn, dit is volstrekt ongepast. Kom. Absoluut intolerabel. Bemoeien je er niet mee, ja? Jij krijgt heus wel een nieuwe spelcomputer. Hou je maar aan. Wat is er, schat? Liefste. Liefste, als je huilt, dan pak ik jouw hand. En sta nadrukkelijk uit het raam. Verdriet zet zich wat vlugger vast dan vreugde en troosten. Ik kan het niet. Ik kan je verdoven met een levenswijsheid of choqueren met een grap of lijmen met... Ik hou van je. Laat je maar even gaan. Troosten, hoe hebben mijn ouders dat gedaan? Van Rossum's troost bleek slecht voor de gezondheid. En een bakkie troost pruttelt al lang niet meer in een pot op een pit. Verdriet wordt snel gefilterd. Espresso, Italiaanse troost waar je bloednerveus van wordt. Troosten is hopeloos verouderd. Er zijn er die met troost de kost verdienen. De broodroosters. De broodroosters, zij lessen dorst door hardop water te roepen in de woestijn of praten voor dovemansoren. Vergeven en vergeten bleek vaak een hele troost. Dus, liefste, als je verstikt en je verdriet geen uitkomst ziet, bedenk dan, ik weet het ook niet. En laat dat je troost dan zijn. Ja, bemoeien jullie je er nou niet mee, ja? Het is even een zaak. Tuurlijk hou ik van je, tuurlijk. Denk je dat ik het tegendeel zou beweren hier? Natuurlijk ben je mijn... dat ga ik niet zeggen. Nee, dat zijn intimiteiten tussen de lakens gegroeid. Die ga ik hier niet... Nou, bemoeien jullie je er nou niet mee, jongens, toe. Goed, oké. Je bent mijn okselfrisse poepert, ja. Die ben je, ja. Nou, vind je het leuk? Heb je hier zin? Mag niet. Weet ik ook niet waarom ik hier leuk ben en thuis niet. Dat weet ik ook niet. Bovendien, ik ben thuis onweerstaanbaar. Wanneer was de laatste? 2 jaar geleden met kerstmis. Alsjeblieft. 2 jaar geleden met kerstmis waren jullie bij oma. Nou, jammer. Ongetwijfeld de reden waarom ik zo leuk was. Laatst, over leuk gesproken, toen tante voor jou die trui zat, dat ik zeg, tante, wil je nog een borreltje? Nee, geen alcohol, want ik moet nog breien. Ja, dat was tante die leuk was, dat is waar. En de buurvrouw die zei, ik ga dit jaar voor de 13e keer naar Lourdes. Het is maar goed dat ik niet bijgelovig ben. En dat papa tegen die ober zei, ober, kopje thee. De ober loopt weg en papa roept haar achterna, maak er maar een potje van. Ik kon toch niet zien dat ze lesbisch was? Waar moest ik dat nou aan zoeken?
Nee, die mensen vinden heus niet alles leuk. Heus niet alles. Ik zal een voorbeeld nemen. Ik sta laatst voor mijn boekenkast. Ik wil mijn telefoonboek erbij stoppen. Past niet. Te veel boeken. Of telefoonboek te dik. Dus ik begin eens te bladeren. Ik denk, die bladzij met Aaron, die kan er wel uit. Die bladzij Boutersen, die kan er ook wel uit. Die drie bladzijden Cohen, die kunnen er ook wel uit. Wat bleek als al die vreemdelingen oprotten, paste mijn telefoonboek weer in de boekenkast. Er zitten onherroepelijke racisten in de zaal vanavond. Nee, nee, nee. Wat ik had moeten doen was naar die boekenkast lopen en eens kijken. De boeken van W.F. Hermans, de boeken van Gerard Reven. Die kunnen eruit. Past mijn telefoonboek er ook tussen. Oh jee. Er zitten zelfs potentiële boekverbranders tussen vanavond. De mensen kijken te veel naar Sonja als je het mij vraagt. Die willen zo graag een mening hebben dat als ze er een horen denken ze dat zal hem wel zijn, ja. En wat heeft dit laatste applausje nou weer te betekenen? Hè? Zit je jezelf in te dekken weer, hè? Hè? Nee, dat zijn geen mensen uit de oude wijken. Heus niet, heus niet. Ze willen van geen oude wijken weten, dat is het. Hé, nou, jongens, pap gaat er even aan de slag, ja? Nou, wil je een nieuwe spelcomputer of niet? Dan moet je me lustig laten werken. Ik kom in de gang. Nee, is niks aan de hand. Met acteren begonnen. Ik kom in die gang. Op Rietel 68 van die kleine mannetjes. En die pakken mij bij kop en kont. En die donderen mij in een donker kamertje. In de kamer naast mij begint iemand cello te spelen. Of in de cel naast mij begint iemand camero te spelen. Mijn handen zoeken de donkere ruimte af. Ah, een bijzettafeltje. Kan ik tenminste ergens mijn schoenen opleggen? Hé, hey, een bijzettafeltje met een leuning. Wat een merkwaardig modern Zweeds ontwerp. Wacht eens even, het is toch geen stoel die mij voor de gek probeert te houden, hè? Die denkt, ik doe net of ik een bijzettafeltje ben in het hoek. Hey, het is een stoel. Kan ik tenminste zitten? Stel je voor, je bent gevangen en je kunt niet zitten. Kom je er na 10 jaar uit, moet je zeggen, ik heb 10 jaar niet gezeten. Hé, hey, een hoge hoed. Ah, rotkonijn. Waar ben ik hier? In godsnaam verzeild geraakt. Is dit misschien het geboortehuis van Fred? Twee foto's. Hang maar stil, foto's. Beweeg maar niet. Een film zou je toch nooit worden. De ene foto toont ons water. De straat van Messina. 3 dagen voordat er een onderwateraardbeving plaatsvond die meer dan 100.000 mensen doodde. Fantastisch moment om een foto te maken, 3 dagen van tevoren en wegwezen naar je donkere kamer. Niet denken van kom, ik ga die 100.000 mensen een tip geven. Wordt de foto nooit meer waard wat hij nu is. Andere foto toont ons een litteken in de lucht. De rokende fragmenten van een Boak Boeing 707 die neerstort op de Mount Fuji, gefotografeerd door een Japanse schoolmeester. Ook tamelijk overmoedig van een gezagvoerder om over een fotograferende Japaner te vliegen. Dat is de gode verzoek als je het mij vraagt. Denk niet dat als de atoombom valt dat mensen naar de schuilkelder rennen. Wel nee, men pakt zijn fototoestel en probeert een plaatje te scoren. De flits kan je in de kast laten liggen. Zeker in Japan, dat laten ze zich daar niet voor een tweede keer ontgaan. Ik heb wel eens het gevoel dat al die fototoestellen met elkaar het leed in de wereld afdwingen. Kijk naar mijn eigen album. Het zwembad 2 seconden voordat mijn zoontje erin duikt. Niet even zeggen dat ze het leeg gepompt hebben om het schoon te maken. De oceaan 1 kwartier voordat mijn tante zeeziek wordt. Die is daarna nooit meer dezelfde geworden. De oceaan. En dan het album van de buren. Buurman, heb je zin om even naar de bevalling te komen kijken zoals die geregistreerd is door een fototoestel van mijn man? Nou, graag. En daar plof je neer, tegenstribbelend in het multileder van de buurvrouw.
En terwijl je het album opent, spreid je automatisch de benen van haar. En zij drukt daar iets tussenuit. Waarvan je weet wat het is, anders zou je zeggen... Buurvrouw, hou dat in godsnaam bezig. Ik ga zelf wel even om een blikje Kittenkat. En die mannen maar omheen rennen. Toen schat, lach alsjeblieft. Dokter, kan u even aan de kant gaan, ja? Ik heb centimeter lang. Hij moet ze persen. Ah, dan ben ik de persfotograaf. Foto's in de krant, schoonmakers op een vliegveld, 3 uur... voordat de paus uit de grond zal kussen. Met in 1 krant het verkeerde onderschrift. Schoonmakers 1 kwartier nadat de paus hier de grond gekust heeft. Hoeft die paus niet weer een grond te zien kussen. Ik wil die paus wel eens zien bij een nieuwe spermabank met zijn eerste storting. Die foto wil ik wel eens een keer zien. Of ik wil hem wel eens een bezoek zien brengen aan Groenland. En met zijn lippen vastvriezen aan het vliegveld. Dat wil ik wel eens zien. Een gynaecoloog, een bioloog en een verpleegster met een zuigeling op de arm. Waar zijn de vader en moeder in godsnaam gebleven? In de reageerbuis, baby. Reageerbuis, baby, dat kan ik me nog wel voor... Hebben we er 1 in de zaal? Reageerbuis, baby, dat kan ik me nog wel voorstellen, maar... Reageerbuis, volwassenen. Als het opeens tot je doordringt dat om jou op de wereld te brengen... je vader in een armoedig kleedhokje met een vergeelde foto uit de Playboy van Adele Bloemendaal heeft gesteld. Ben benieuwd wie dat syndroom op de kop gaat tikken. Ik ben benieuwd wie de eerste paal voor de Adele Bloemendaal kliniek in de grond heeft. Hoe we die mensen leuk opvangen met therapietjes. Laten we maar beginnen met een scheikundedoos uit hun buurt te houden. In de kamer naast mij wordt iemand verhoord. Of overhoord. Is het bloed dat er tegen de muur spat of maak ik het ervan? En is dat wel de muur? Hij blijft maar beweren, toch is het zo. Toch is het, ik wou dat ik eens iets durfde beweren waarvan ik vond dat het zo was. Bemoeien jullie er even niet mee, ja? Toch is het zo. Ik heb mijn cassette in mijn dashboardkastje laten zitten. Die is geheid, gejat als ik terugkom. Er zit een man in een tram, hij geelt. Weg, ouwe kies. Is je niet voor niks geleerd je hand voor je mond te houden? Toch is het zo. Ik wou dat ik iets durfde beweren waarvan ik vond dat het zo was... Niet vanuit mezelf, maar zuiver als medium. Iets wat door mijn bloed en lichaam gezuiverd, doorgegeven kon worden aan... Het is goed dat ik bijziende ben. Iedere decadente samenleving bouwt zijn eigen toren van Babel. De onze heet vrede, de spraakverwarring is evident. Veel mensen stellen met steeds meer nadruk hun anders zijn om aan te tonen dat iedereen gelijk is. Nog maar even een keer doen. Veel mensen stellen met steeds meer nadruk hun anders zijn om aan te tonen dat iedereen gelijk is. Nou, geef maar even door deze. Soms wil ik schijnen als de zon. Verzengen, bloeden, vibrerend. Koel, sissend, dorstlessend. Hey, wat zijn dit nou weer voor flauwe grappen, ja? Moet je je vader zo in de maling denken? Nou, laat me gaan. Schuif jullie. Brutaal. Ja, ik weet dat je op judo zit. Snotneus. Ieder probleem dat je oplost, heb je zelf gesteld. Ik ben benieuwd hoe dat in het Duits klinkt. Vroeg ik als kind mijn pa verlegen, is er tussen de druppels ook regen? Dan zei mijn oude heer gevat, wat maakt het uit, je wordt toch nat. Het liefst was ik louter licht. Niet meer gekweld door mijn gewicht. Geen kracht meer die mijn richting kon bepalen. Het liefst zou ik louter... stralen.
Want hoe luchtig ook de dichter dicht, zijn woorden zullen nimmer sluiten. Ze zullen hooguit zijn een bliksemschicht, gevolgd door wat gedonder in de ruiten. Moet eigenlijk glazen zijn. Nee, want anders rijmt het niet op sluiten. Ik vind het wel leuke gedichtjes, ja hoor. Nou, misschien dan niet voor een programma, maar meer iets voor een boekje. Nee, nee. Is niet leuk om collega's belachelijk te maken. Is niet leuk. Zou ik zelf ook niet leuk vinden als ik op mijn retour was. Is met een Maserati voorbij een T-Ford scheuren en roepen, kun je niet harder, maar... Geen Maserati zonder T-Ford. Wat zijn dat voor akelige voetstappen die ik daar hoor? Waarom komen ze niet dichterbij? Waarom klinken ze niet verder af? Omdat het mijn eigen voetstappen zijn natuurlijk. Er wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Hou je dan even buiten? Heel langzaam zwingt de deur open. En daar staat een klein akelig mannetje met een 8-kaarsige kandelaar. En hij wenkt. Hij wenkt. Hij wenkt. Niet voorzeggen, toe nou. Iedere domme uilskuiker begrijpt dat het al die kaarsen eruit doet. Tuurlijk. Zeker ik. Ik heb al meer dan 60 keer gespeeld in dit programma. Dus ik weet heus al dat die kaarsen eruit flikkeren. Maar dit programma is bedoeld voor die mensen in de huiskamer, ja? Die domme oliebollen die daar zitten van. Wat zou er met die kaarsen gebeuren, zeg? Ik ben... Die mensen die alleen maar thuis delen. Wij hebben onze blik verruimd, nietwaar? Wij gaan wel eens naar theater. Wij bezoeken wel eens een museum, als dat mogelijk is. Wij zijn toch mensen die open, maar daar. Moet je opletten hoe ze nou zitten. Wat is dit, zeg? Hey, Wat krijgen we nou? Potdomme, ga ik een keer kijken, dan krijg je... Dan word je beledigd. Ik schakel gelijk over. Gaan ze naar Spanje? Malta zit ik. Kan je nagaan hoe ver we al gezakt zijn? Spanje, Malta wordt rechtstreeks uitgezonden. Nog een paar jaar en we zitten naar Cyprus Arafat te kijken. Het is niet waar. De ruststand is 3-1. 3-1. Ja, het interesseert u niet, dat begrijp ik wel. Maar voor al die mensen die thuis de hele tijd zitten van... Wat zullen we doen, jongens? Wat zullen we doen? 3-1 staat het hier, hoor. Het is 3-1, hoor. Je kan rustig... Tweede helft kan je rustig naar mij kijken, hoor. Goh. Waar was ik mee bezig? Goed, oké. Okay. Vaneburg kan zich warm gaan lopen en Rijkaard gaat eruit, ja? Alsof dat moeilijk is. Oh ja, en dat mannetje... Dat mannetje staat daar met een looplamp. En hij wenkt. Hij wenkt. Maar het snoer is te kort en hij trekt de stekker eruit. En hij loopt voor mij uit. Hij loopt voor mij uit. De donkere gang. En is het zo donker dat hij kan ook best achter me uitlopen. Dat weet ik niet precies. En ik zeg tegen hem, je moet het leven zien zoals het is, weet je wel. Ik bedoel, het is donker, dus ik kan lopen zoals ik wil, hè. Dus kan ik eindelijk ook eens een keer die spieren aan bod laten komen die je anders niet gebruikt, natuurlijk, hè. Want ja, ik zit wel op aerobic dancing, maar dat is zo... Dat is zo geciviliseerd, ik heb me nog nooit zo zien staan daar. Het is altijd niet van dit, maar dat je zegt van kom, dat kraakbeen trakteren we eens een keer daar onder in een. Ik zeg tegen hem... Je moet het leven zien zoals het is, weet je. Ik bedoel, je leeft om de dingen die je niet weet. Je leeft niet om wat je weet. Om wat je weet, zou je het liefst je polsen doorsnijden en een kogel door je kop jagen. Als je daar, nadat je je pols had doorgesneden, nog tijd voor had. Andersom is in elk geval onmogelijk.
Ik ruik de lucht van geroosterd hert. Wij lopen door een deur. En daar, boven een smeulend haardvuur, met een pin dwars door het hert en vermoedelijk dwars door het reetje, staat er een klein mannetje aan het spitten draaien. Is later in de binnenstad nog een shawarma-zaak begonnen. Daar zitten mannekes leer te looien voor kinderschoentjes. En daar, zet iemand een grammofoonplaat op. James Last. 20 sfeermelodieën voor bij geroosterd hert. Waar ben ik hier? In godsnaam verzeild geraakt. De deur gaat open. En als voorbode van een lange stoet. Klein manneke. Met een 8-kaarsige kandelaar. En hij wenkt. Hij wenkt achter zich. Ik denk, die loopt tegen die keukenstoel op. Maar nee hoor, hij pakt een beet en zet hem aan de kant. En achter dat manneke. Martin Luther King, Maarten. Nog gedroomd de laatste tijd, hè, Maarten? Heb je nog wel eens een droom waarvan je... Oh, sorry, ik wist dat ik... En daar, Sjane Dark, Sjane... Olé! Hey, Sjane, heb je misschien een vuurtje voor me? Misschien een... Moet kunnen, vind je niet? Moet kunnen die dingen, toch? Hé, hey, Sjane, ben je nog maar... Nee, dat kan niet. Ik geef het toe. En daar, John Lennon, stel je voor, John, hey. Stel je voor, hey, John, hey. Imagine, John. En, klein meisje met zwart haar. In een geel jurkje. Ik ken je niet. Wie ben je dan? Toch. En daar Willem de Zwijger. Willem, ben je? Hey, Willem. Zeg eens wat, hey, Willem. Ja, tegen mij ook. Ik lul er verder niet. Ik weet nog wel dat je Jeroen Krabbe bent. En daar. Gandhi. Gandhi. Hoe vond je de film? En daar. Jezus. Had ik iedereen verwacht, maar jammer dat ik mijn fototoestel niet bij me. Pilatus, nee, die heb ik hier niet gezien. Nee, er stond wel iemand zijn handen te wassen, maar er kwam geen onschuld uit de kraan. Kijk uit, hoor, liggen allemaal spijkers op de grond. Kijk uit waar je je voeten zit. Hoor. En daar tientallen mensen met littekens in hun polsen. Gaten in hun slaap. Schroeivlek op hun voorhoofd. Striemen in hun nek. En daarachter. Gedragen door 8 mannetjes. Op een zilveren schaal. Het pasgeboren reetje. Pluk gras in de bek. Kijk mij aan met een kopie van wedstrijdje doen. Ik wil erachteraan. Maar ik sta als aan de grond genageld. Moet je maar geen flauwe grappen over spijkers maken. Waar ben ik hier? In godsnaam verzuild geraakt. Is dit de high road to hell? De snelweg naar de hel? Or perhaps the stairway to heaven? Ik zit in mijn auto. Ik kijk uit mijn raampje en ben omringd door herten. Ik stap uit om te kijken of ik achter de bomen ook ergens Walt Disney zie staan. Maar door de bomen kan ik Walt niet zien. Gadverdamme. Een paar herten likken een pasgeboren jongschoon dat door mijn rechtervoorwiel uit de moeder moet zijn geperst. En daar, dat kasteel.
Ik heb het gevoel alsof ik daar wel eens eerder geweest ben. Naast de deur hangt een koperen plaatje met stof bedekt. School. School. Voor martelaren. Voortgezet hoger onderwijs. Begrijp ik opeens al die mensen met die littekens. Dat moeten de eindexamenkandidaten geweest zijn. Als ik terugkom bij mijn auto, trekt iemand het kadaver van het hert in een bakfiets waarop staat voor kat, hond en echte minima. Ik pak mijn cassette uit mijn dashboardkastje en druk het in de recorder. Sinds wij het paradijs verloren. Sinds wij het paradijs verloren. Dood men de tijd zonder geduld. Dood men de tijd zonder geduld. Bouwt naar de hemel aan een toren. Bouwt naar de hemel aan een toren. Verward door taal, verlamd door schuld. Verward door taal, verlamd door schuld. Eens zal het licht, hier, zal schijnen. Het licht hier schijnen. Van west tot oost, van zuid tot noord. Van oost tot west, van oost tot oost, van zuid tot noord. De grenzen van de taal verdwijnen. De grenzen van de taal verdwijnen. Eens verstomt het woord. Men probeert ons. Men probeert ons te behoeden. Men probeert ons te behoeden. Wie onderaan staat, valt niet diep. Doet ons geloven in het vaag vermoeden. Doet ons geloven in het vaag vermoeden. Dat iemand ooit. Dat iemand ooit op het water liep. Eens zal het licht hier schijnen. Van oost tot west, van noord tot zuid. Dan zullen schaduwen verdwijnen. Eens kom ik hieruit. En ik ook. Er zijn die vooruit gaan rekenen. Niet tot toegeven bereid. Er zijn er die ons stilstand smeken. Op zoek naar vrede. In hun tijd. Maar hoe dan ook, ooit. Eens zal het licht hier schijnen. Van oost tot west, kom uit de wien. Dan smelten tralies, rekenlijnen. En zolang shall be ga ik voort. Really. Eens zal het licht hier schijnen, van oost tot west, van zuid tot noord. Dan smelten tralies, breken lijnen, zolang gaan wij voort. Wat is dat voor mij? Waarom is dat? Is dat vandaag alweer 16 jaar geleden? En daarvoor krijg ik dit pakje. Oh. Zal ik even hieruit pakken? Even leuk. Ik ben benieuwd, zeg, voor iemand die alles al heeft. Hè? Goh, ik ben... schoentje. Geinig hebben dingetje, zeg. Erg leuk, hoor. Goh. Erg leuk om naast de vuilnisbak te zitten, hè? Erg leuk, hoor. Ja, dan denk je dat je alles al hebt, maar... als we aan dit soort dingen beginnen, dan... kinderen hebben ook wat. Oh, neem me niet kwalijk. Wat leuk. Ja, 16 jaar geleden waren jullie er helemaal nog niet, hè? Niet vasthouden, loslaan. Hè? Zal je er even uitpakken. En... nou,
Dat is nou slecht gecoördineerd, zeg. Dan geef je me precies hetzelfde... Oh, sorry. Oh ja, snap ik het. Erg leuk, hoor. Erg leuk. Handig geschenk, zeg. Hey, 1 geschenk, 2 pakjes. Erg leuk, hoor. 4 pakjes, hoezo? Oh, je hebt de veters ook apart ingepakt. Erg leuk. Nou, leuk. Ik zie ze al staan, zeg. Vuilnisbakken tussenin. Erg leuk, hoor. En dan maar hopen dat die opgehaald wordt, hè? Goh, kom je erop, zeg. Oh. Pardon, sorry. Ja, hoogmoed komt voor de val. Moet ik even zeggen, dat blijken de kinderschoentjes van Charlie Chaplin te zijn. Oh ja, nou zie ik het. En ik ben mijn stomme kop. Dat heb je er dan van als je cynisch bent. Hè? Dan krijg je dit soort domme misverstanden. Kan je ook nooit meer goed maken. Kom, we gaan even iets drinken. Hè? Die mensen, daar heb ik niks mee te maken. Kom maar, hè, we zijn toch lekker met z'n vieren. Kom. Kom maar. De wereld kan de pip krijgen. Dan word je alleen maar boos en cynisch tegen. Hè? Dan weet ik niet wat die mensen doen. Blijven in verwarring achter. Hè? Nou, kijk maar, kom maar. Kijk, daar zitten ze. Zie je? Hè? In donker, tuurlijk. Tot papa zegt dat het licht aan mag. Dat kan wel eens even duren, ja. Maar eens zal het licht hier schijnen. Mooi gezichten. Ja, jammer dat ik mijn fototoestel niet bij me... Hè? Ja, het is afgelopen. Nee, dat ga ik niet tegen de mensen zeggen dat het afgelopen is. Dat is een fout die te veel hulpverleners maken. Zo. Heel zwart applausje. Niet te schrikken.
is een piet. Thank you.
Thank you.
Ah. 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 Wat jammer. Ah, wat jammer. Ah, wat jammer dat ik daar niet op spelen kan. Ah. Daar zit nou alles in en ik kan er niks uithalen. Lijkt mijn eigen leven wel. Oh. Oh. Ah. Mijn grootvader die kon accordeon spelen. En verhalen vertellen. Het ging alleen maar over poep. Oh, alleen maar. Is helemaal vergroeid met zijn vak. Helemaal. Dominee heeft het alleen maar over God. En mijn grootvader alleen maar over poep. Hangt er maar vanaf waar je in gelooft. Hij lag een keer met zijn strontschuit in de sluizen. En sluizen zijn er om het verval tegen te gaan. En nou, we hebben er nog te weinig in Nederland. En naast hem in de sluis lag een plezierjacht. Met aan dek een vrouw die van de zon lag te genieten. En het water stond hoog en zou weldra naar een lager pijl zakken. En men had het plezierjacht stevig aan de kade vastgebonden. En mijn grootvader zag dit, maar is nooit een geweldige hulpverlener geweest. Men draait de sluis open, roets, plons. Die vrouw komt kopie boven en roept, mijn juwelen... Mijn grootvader zegt, had je die dan niet om? Nee, zei ze, ik wou helemaal bruin worden. Nou, dat is je dan wel gelukt, hè, man. Herkent u deze melodie? Het is het begin van een wereldberoemd liedje. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ben je zingen, maar goed. Mijn zuster heeft de accordeon nooit helemaal onder de knie gekregen. Ik kwam elke keer met een briefje thuis. Uw dochter zal het wel nooit leren. In een tijd dat je dat nog over vrouwen zeggen mocht. En mijn... Oh. Get up, stand up, don't give up the fight. Mijn vader, die was muzikaal. Mijn vader was de voorzitter, was de tambourmeter van het muziekkorps. Hele dagen liep hij zo, hele dagen. Was helemaal vergroeid met zijn vak, de hele dag. Het is nog een wonder dat wij er gekomen zijn. Het is nog een wonder. Zullen wel een paar reageerbuizen aan te pas zijn gekomen. En achter mijn vader kwamen 8 majorettes met breinaalden met garenklotjes aan tijd. Kwamen er zo achteraan. En daarachter kwam een zootje maffe trommelaars. Hadden geen gewone vellen, maar varkensblazen. Dus er was niet... maar er was een... En daarachter kwam een man met een bochel. Dat was een grote trom. Dus dat was... Bochel, 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 bochel. Had hij een keer een puisje op zijn bochel. Was het bochel, puisje, bochel, puisje, bochel, spetter, bochel, etter. En daarachter kwamen zootje blazers. Niet met van die toeters, maar met zulke jasjes af. Kwam een keer thuis bij ons de weekkampgids. Had je toen nog in die tijd. De weekkampgids stond in dat je tambourmeter een stok met vergroomde bal en vergroomde punt kon kopen. En er stond bij, schuinkursief gedrukt, kan desgewenst in de lucht worden geworpen. Stond niet bij dat je het eerst moest oefenen, hadden ze er niet bij gezet. Eerst de beste parade, gooit mijn vader dat ding in de lucht. 2 majorettes dood. En die andere 6 die rukken het klosje van hun brein af en beginnen zo op hem in te prikken. Was hij de klos. Komt hij s'avonds thuis. Moest mijn zuster haar handen op de tafel leggen. Vingers erbij. En mijn vader pakt de accordeon. En die begint zo op de vingers te meppen. En ik sta erbij te kijken. Zegt mijn vader tegen mij, heb jij soms ook zin om op accordeonles te...
Nee, nee, nee. Ik ga wel op voetballen. Verloren we de eerste wedstrijd met 12-0. En mijn vader had de uitslag al van Theo Komen gehoord. We hadden nog wel geen radio, maar die heb je met Theo Komen ook helemaal niet nodig. Moest ik van mijn vader met mijn bibs op één stoel gaan zitten. Met mijn enkels op een andere stoel. Hij zette de stoelen lekker expres ver uit elkaar. Pakte de accordeon, klom op de aanrecht, klom op de keukenkast en sprong zo op allebei mijn scheenbenen. Krak, krak. La, 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 la. Was ik toch liever op accordeonles gegaan. Had mijn vader die tambometerstok een keer zo hoog gegooid dat hij nooit meer terugkwam. Dacht mijn vader. Want hij stond al enige tijd rechtop in zijn hoofd. En had daar kennelijk een zenuw geraakt die geen signalen meer doorgaf naar het centraal zenuwstelsel. Hallo hier centrale, waarom hoor ik niks meer? Omdat er een tambometerstok rechtop in je knar staat, kaffer. En mijn vader liep maar door, liep maar door. De brug stond open, maar hij liep gewoon over het water. Kennelijk een zenuw geraakt die dat niet meer onmogelijk maakt. En de rest van het korps die zakte er allemaal doorheen. Mocht mijn vader geen tambometer meer zijn, moest hij de vlag dragen. En die vlaggenstok die paste precies in dat gat waar die tambometerstok had gestaan. En bij wind tegen liep hij zo, windje mee zo. En bij zijwind begon hij de sertaki te doen. Wat die uitnodiging van de koningin voor een defilé. Mijn vader oefende. Hele dagen was hij van huis. Mijn zuster leefde helemaal op. La, 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 la. En als de vlaggenstok uit zijn kop schoot, moest mijn moeder hem 's morgens weer iets dieper in zijn hoofd drukken. Tot ze hem niet voorbij de atlas en de draaier kreeg. Toen zijn er 4 Amerikaanse soldaten gekomen. En die hebben de vlag nog weer iets dieper in mijn vader geplant. Foto heb je misschien wel eens in de krant zien staan. Eindelijk was het zover. Het defilé. Mijn vader voorop, windje tegen. Maar in de luwte van het paleis gaat de wind liggen. De vlag slaat voor zijn ogen. Mijn vader die begint Grieks te dansen. Loopt een keer tegen Dick Paschier op. Hij komt op het bordes, hij struikelt. De vlag schiet het paleis binnen, gulp bloed over de rode loper. Zegt de koningin tegen de prins. Jammer dat ik mijn fototoestel niet bij. En van die opmerking is de prins toen zo depressief geworden. In tegenstelling tot zijn zwager die alsmaar vrolijker schijnt te worden. Nou heeft hij het weer tot voorzitter van de Spoorwegongevallenraad geschopt. Is me dat lachen? Nou, de eerste, de beste treinramp. Waar is de drank, jongens? Waar kan ik hier even een lekkere borrel? Ja, laten we eerst even naar de slachtoffers gaan kijken. Potverdorie, wat een rotzooi is me dat hier, zeg. Hoe vaak heb ik nog niet gezegd, treinen moeten langs elkaar heen rijden? Kom, gedonder, laten we even een borrel gaan. Die man is zo vrolijk. Zou die aan de medicijnen van zijn zwager hebben gezet? Kom mijn vader. Kom mijn vader naar dat vreselijke defilé thuis. Hij pakt de accordeon. Mijn zuster moet haar hemd omhoog doen. Mijn vader tilt het trekklavier boven zijn macht. Gaat de deur open, komt mijn broer binnen die 20 jaar ouder is uit een eerder huwelijk van mijn vader. En hij zegt, wat is hier aan de hand? Hij zegt, mijn vader, ik ga je halfzuster helemaal in elkaar rammen. Niks ervan, zegt mijn halfbroer. Mijn vader laat de accordeon op zijn tenen vallen, pakt het keukenmes en... tjak, tussen zijn schouderbladen. Maar soms... Soms kon het ook wel weer zo... ongelooflijk gezellig thuis zijn. Zaten we bij de open haard. Mijn zuster met de 10 gebroken vingertjes. Ik met mijn 2 versplinterde scheenbeentjes. Mijn broer met het bestek tussen zijn schouderbladen. En dan ging mijn moeder verhalen vertellen.
over een verpleegster die verliefd werd op de chirurg dokter Snijgeil. Maar hij beantwoordde haar liefde niet. En om hem jaloers te maken legde zij het toen aan met een hart dat op transplantatie stond te wachten. In een wekfles op de vensterbank. Bloep, bloep, bloep. Zo heette de roman ook. Bloep, bloep, bloep. Uitgegeven bij Loep, 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 Loep. Gingen die twee trouwen? Denk je dat kan helemaal niet? Maar ja hoor. In het noorden des lands bleek een of andere maffe pastoor bereid om die twee in de echt te verbinden. Die katholieken denken ook meegenomen is meegenomen. Gingen ze op huwelijksreis naar Heidelberg. Wordt ze 's morgens wakker en weghard. Zet ze de radio aan, hoort ze... I left my heart in San Francisco. Dus zij naar San Francisco. Ze komt op dat vliegveld en ze hoort bloep, 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 bloep. Ze zegt, meneer Schilperhoort, mag ik even met thuis overleggen? Ze komt in een hangaar, ze hoort bloep, bloep, bloep. Ze zegt, is het misschien de uiver met startmoeilijkheden? Ze gooit een deur open, ze komt in een kamer, ze hoort bloep, bloep, bloep. Ze ziet nog een deur, ze stapt in de tweede kamer, ze hoort bla, 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 bla. Ze komt bij een klein deurtje, komt in een klein kamertje. Hoort bloep, 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 bloep. Nog kleiner deurtje, nog kleiner kamertje. Nog één deurtje en ik flikker van het podium af. Maar gelukkig zat dat deurtje aan de rechterkant. Nog een kleine deur, bloep, nog kleine kamertje, bloep. Nog kleiner, bloep, nog klein, bloep. Bloep, bloep, bloep. En zij maar denken... Waar is nou toch dat hart? Stond ze in de linkerkamer. Mijn moeder gaf eens in de maand een Tupperware-avond. Daar kwamen vrouwen waarvan je het gevoel had... als er iets luchtdicht afgesloten in de ijskast moet, dan zijn die het wel. Ik ben blij dat ik ze in het glas op de wastafel heb laten staan. Eén had het maar over haar dochter, de naaldkunstenaresse. Die bleek aan de spuit te wezen. Soms kon mijn moeder ook weer zo ongelooflijk vrijzinnig, orthodox, liberaal, democratisch uit de hoek komen. Ik stond een keer met mijn broer, die 20 jaar ouder uit een eerder huwelijk van mijn vader was. Stond ik een keer door het sleutelgat naar het meisje van dag en nacht te kijken van de badkamer. Eerst ik en mijn broer op de uitkijk. En, hè? Ja, en toen mijn broer. En ik op de uitkijk. La, 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 la. En daar had je moeder. Strangers in de night. En moeder doet... Ik zeg, neem een hoespastille, moeder. Wat doen jullie daar? De vuil. No. Kijken of ze onze shampoo pakt. Komen jullie zo allebei maar even naar mijn slaapkamer. En mijn broer... die slaapkamer binnen en ik erachteraan. En daar zat mijn moeder... op het bijzettafeltje. Voor de kaptafel. Helemaal bloot. In een blauwe, doorschijnende tulle voile. En ze zegt, zo heren, dus jullie wouden graag naakte wijven zien. Ja, maar geen blote moeders. Dood. En ze gaat staan en hopla. En ik dood. Maar mijn broer. Hopla. Hopla, hopla! En mijn moeder draait zich om voor de achterkant van haar gelijk. En mijn broer zakt door zijn knieën en roept... Oh, 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 oh.
gaan zitten en hopla. En mijn broer had zijn idee. En ik doe... En mijn moeder, hier jij. Dan zaten we met onze twee kopjes. Tussen die twee kolossale deltawerken. En mijn moeder hoeft poppetje gezien, kastje dicht. Hopla. En nu naar je vader. Komen we in de kamer. Staat mijn vader met de accordeon. Die zegt, zo heren, wat hebben jullie gedaan? En mijn broer zegt, echo putje gespeeld. Dus die kon gelijk op kamers gaan wonen. En jij, mijn jongen? Ik heb de vagina van uw ega geobserveerd. En toen omhelsde mijn vader mij zo temperamentvol, zo Italiaans. Ik voelde me net ongekookte spaghetti in de verpakking aan flarden geknipt. Die omhelzing heeft voor een groot deel mijn viraliteit bepaald. 13 jaar heeft het geduurd voor ik voor het eerst na afloop van een feestje een meisje naar huis bracht. Dat wil zeggen, ik fietste zo hard als ik kon achter haar aan. En zij had wind mee en ik had wind tegen. Het is 30 jaar geleden, de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. En het woeie. En zij wou niet alleen thuis blijven. En haar ouders waren er niet. En ze zei, wil je misschien met mij blijven slapen? En ik wou dat ik mijn broer was geweest. Want dan had ik gezegd, geen punt. Maar nu dacht ik... En zij lag in het bed van haar ouders aan die kant. Dus ik kroop helemaal aan die... Maar het woei zo verschrikkelijk... dat we tegen elkaar aanwaaien. En toen begon zij handtastelijk te worden. En ik zei, nee, dat wil ik niet. Nee, er komen ongelukken van, kinderen. Er komen ongelukken. En toen zei zij, we laten Gods water over Gods akkers lopen. Word ik de volgende morgen wakker, zette ik de radio aan, bleek heel Zeeland onder water te staan. Over potentie gesproken. Kom ik thuis, zeg ik met mijn stomme kop tegen mijn vader dat ze zwanger is, zegt hij. Leg het corpus delicti maar even op de keukenstoel. Hij pakt de accordeon. La 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 la. Mijn broer begon nu toch al flink bloed te verliezen. Niet alleen het keukenmes stond tussen zijn schouderbladen. Ook de schoffel, de hark en de heggenschaar had mijn vader. Alsmede de oestervorkjes, de broodmessen, de broodleggers en de messenleggers en de... de broodleggers. En de servetringen. Mijn broer was wat je noemt aan de stervende hand. Ik zeg tegen hem, geef mij een horloge. Hey, geef mij een horloge. Had hij een keer gewonnen toen hij een dronken man uit de gracht had gehaald. Hij zegt, hier, pak aan, heb jij mijn horloge? Ik had die zatlapper eerst zelf ingeduwd. Fout die hulpverleners wel vaker maken. Fifteen, love. Mam, waarom mocht ik niet bij opa's crematie zijn? Hè? Oma's begrafenis was toch iets heel anders? Je had me die banaan zelf gegeven. Ik heb geen prullenbakken gezien. Niemand had mij gezegd dat het geen zandbak was. Had niemand tegen mij gezegd. Dan had je me toch eerst uit kunnen halen en dan de kist laten zakken. Ik vond het helemaal niet leuk om onder oma te liggen. Vond ik helemaal niet leuk. Oma altijd met eet je pruim op. Opa, die was leuk. Accordeons. En verhalen vertellen, jongen. Ging alleen maar over poep. Alleen maar.
Is helemaal niet vies. Is helemaal niet vies. Heb je dat wel eens gehoord van die man die zijn kruis, die zijn bretels in de wc had laten hangen? Oh, dat ken je. Jammer. Even kijken of ik nog weet. Er was een man die had zijn bretels in de wc laten hangen. En op het kruis van zijn bretels had hij zijn grote bruine jongen gelegd. Fijn, hij is klaar. Hij is zijn broek op en zwiept zijn bretels over zijn schouders. En hij kijkt tevreden achterom. Maar hé. Hey. Hij zou toch zweren dat hij daar zojuist een bruine jongen gedeponeerd had. Hij komt in de kamer en zegt tegen zijn vrouw, ik geloof dat de wc stuk is. Hij ploft neer in zijn luie stoel en floept, dan schiet die bruine jongen door het boordje van zijn colbert tegen een plafond aan. Ja, zegt zijn vrouw, ik geloof ook dat de wc stuk is. Ik ken het nog helemaal, het verhaal. Ik ken het nog helemaal. En scheten dat opa collaten, jongen. Met effect. En lucht, lucht. Er kon geen zonsondergang tegenop, hoor. Hè? Of de spelletjes deden we al, spelletjes en zo. Naar buitenkijkertje of postbodetelletje of zo. Maar dat was de lol snel af. Hebben ze een keer 3 weken zitten tellen, hadden we er 1. En, één flesje neven. Mocht open geen alcohol. Oeh, dat wist ik niet. Zit er je never in alcohol? Nee, anders had ik wel sherry of cognac gedaan, dat wist ik echt niet. Met een trechter. Nou, opa lag plat op zijn rug, dus als je glaasje is, dan krijg je knoeiwerk. Dat weet je zelf beter dan ik. Dus ik heb die trechter in zijn mond gezet en zo in 1 klap die fles leeg gegooid. Kijk, glas moet vol zijn. Allerlei spelletjes, daar hebben ze ook kauwgompieruilertje en maar dan kreeg ik zijn pruim. Nee, opa's pruimen waren niet vies. Oma's pruimen, die waren vies. Nou, opa die is begonnen, die zei toen, zullen we doen wie het langste zijn adem kan inhouden. Oh, dat wist ik niet. Ik won steeds en dat zat opa niet lekker. Toen zei hij, dan moet je mijn neus dichtknijpen, je hand op mijn mond leggen. Toen zei ik, ja opa, zo kan ik het ook. Hè. En dan zei hij steeds, ik heb zo'n pijn, ik heb zo'n pijn. Omdat hij niet kon winnen natuurlijk. Hè? Hè? Had hij pijn? Oh, dat wist ik niet. Had hij echt pijn? Buikpijn. Nou, omdat hij op zijn rug lag. Buikpijn. Nou, ik sprong af en toe wel eens zo even op zijn buik, maar had ik misschien beter mijn schoenen uit kunnen trekken. Dat wist ik niet. Nou, zeker op het moment zich open tegen mij. Dan moet je heel lang mijn neus dichtknijpen en heel hard je hand op mijn mond duwen. Dus ik knijp en ik duw. En na 5 minuten... kon hij het met losse handen. Was hij zeker over zijn dode punt heen. Ben ik bij hem gaan zitten. Heb ik zijn hand gepakt, ben ik gaan nadenken over dat ene verhaal dat hij me ooit verteld had. Het enige waar geen poep in voorkwam. Over de jonge accordeonist in de oorlog. Die wordt aangehouden door 2 Duitse soldaten die roepen, halt, meekomen! Halt, meekomen. Gelukkig dat hij Duits verstond, want hij ging mee. Anders had het slecht met hem af kunnen lopen. Anders had hij meegemoeten. En hij wordt in de kantine van de kazerne op een keukenstoel gezet en die soldaten roepen, mag maar, schöne muziek! Spelen ze iets van James Last. En hij begint te spelen Wilhelmus van Nassau. En daar werden die Duitsers
zo'n depressieve. Zeker omdat ze de tekst niet kennen. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duits gaan bloed. Te vaderland getrouw bleef ik tot in de doet. In de doet? Ik moet eigenlijk de dood zijn natuurlijk, hè? Maar anders ruikt het niet op bloed. Dan moet daar bloot staan. En als iets deprimerend is, dan is het wel Duits bloot. Maar die Duitsers, die hebben te sporen. En een van die soldaten, die loopt weg en die komt terug met een klein meisje in een geel jurkje met zwart haar. En hij tilt haar bij de bovenarmjes van de grond en roept... Lest ihr tanzen und sie ist frei. En de vingers van die jongen die verstijven. En hij kijkt naar dat meisje en... Zij kijkt naar hem. En ze lacht. En door zoveel moed stroomt het bloed weer in zijn vingers. En hij wil een musettenwals inzetten, maar de deur zwaait open. En er staat een Duitse officier en die roept... Scheiße! Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. En het meisje dat moet mee naar de gevangenis. En die jongen die wordt naar huis teruggestuurd. Komt die jongen thuis, die pakt zijn accordeon van zijn fiets. En die slaat hij tegen het achterhuis aan barrels. En daarna heeft hij er nooit meer op gespeeld. Kende je dit verhaal, man? Wie? Die, was dat? Oh, dat wist ik niet. Was dat? Oh, dan snap ik ook waarom die zo... Weet mijn zusje, weet hij het? Zo is het voor alles. Hè? Ik had opa's hand vast en die werd alsmaar kouder. Dus ik dacht, ik gooi er nog maar een flesje never in. Maar had geen trek meer, want hij liet het gewoon zo langs zijn mondhoeken weglopen. Toen dacht ik, nou, misschien blief opa nog een sigaartje. Ja, mocht hij geen sigaren meer? Oh, dat wist ik niet. Dan mocht hij niet veel meer, hè? Maar ik had die sigaar in zijn mond gepropt en toen heb ik er een lucifer bij gehouden. En toen ben ik eigenlijk vrij snel daarna ben ik toen eigenlijk weggegaan. Maar waarom mocht ik nou niet bij opa's crematie zijn? Ben ik daar geweest? Als enige. Oh, dat wist ik niet. Je wou toch niet zeggen dat opa nog in dat brandende huis zat, hè? Je wou toch niet zeggen dat ik opa... Nee, ik heb opa... Ik heb opa niet vermoord. Dat heeft de burgemeester van het dorp gedaan. Die vond dat er riolering moest komen. Want de vooruitgang hou je niet tegen of het nou om stront of om raketten gaat. Ik heb opa niet vermoord. Dat heeft de voorzitter van de plaatselijke vakbond gedaan. Die wist wel een betere penningmeester. Alsof het om geld gaat bij de vakbond. Opa niet vermoord. Dat hebben ze kinderen gedaan. Die vonden dat hij lang genoeg in zijn eigen huis gewoond had. Dat oom Henk nou wel eens de huursubsidie mocht hebben. Opa, ik wil graag een liedje voor je zingen. Getiteld Laat het nooit afgelopen zijn.
Mam, opa doet het weer een beetje. Gaaf gebit had hij nog, hè? We zaten met z'n allen rond de open haard. Moeder huilde, vader hield zich groot. Er werd weemoedig naar het vuur gestaard. Niemand durfde zeggen, opa is dood. Ze zeiden, wat je zeggen moet, hij wou met jou die bal nog kopen. Gisteren ging het weer zo goed. Nou is het afgelopen. Laat het nooit afgelopen zijn. Nee, het mag niet aflopen. Al doet je lichaam nog zo'n pijn. Ik wil met jou die bal nog kopen. Laat het nooit afgelopen zijn. Oh, 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 oh. Rolling, rolling, rolling. Het was die dag weer vroegdag op de ranch. De ranch die wij de ranch noemden, omdat we de pest hadden aan inrichting voor mentaal onaangepaste op humanistische grondslag. En waar het humanistisch op sloeg, nou, daar moet je mij maar eens 5 minuten bedenktijd voor geven. We hadden net weer de jaarlijkse gevechten rond de subsidies achter de rug. Het werd steeds moeilijker om je kwantum mentaal onaangepaste bij elkaar te krijgen om voor een beetje poen in aanmerking te komen. En de laatste keer gingen de gevechten tegen de jongens van Huizen Kalkzicht om een oud vrouwtje. Huizen Kalkzicht heeft zijn leidsman in de Heere Jezus gevonden. Dus we hadden een lichte voorsprong bij de gevechten. Want die vogel was in geen velden of wegen te bekennen. Kogels floten ons om de oren en ik zie nog hoe handige Harry, onze bezigheidstherapeut, ook voor klussen in het weekend, zich op een zeker moment in de baan van het schot werpt en zo zijn leven offert voor de goede zaak. Harry was een fantastische collega die met een plukkie pitriet, een paar afgebrande lucifers, een paar lege lucifersdoosjes, een paar oude strijkvlakken, een paar binnenrollen van closetpapier, een paar vouwbladen, een oude krant, een rolletje prikkel, een oud afzetpaaltje, een paar grasso, een joint kon draaien waar je helemaal te gek op ging. Waar je zo stoned van raakte dat het verschil tussen patiënten en verplegers geheel vervaagt. Fout die hulpverleners wel vaak gemaakt. Ik had die morgen een geweldige spijker in mijn kop omdat ik de avond daarvoor doorgezakt was met Spagaat Leni van de bejaardengymnastiek. En Gitaar Johnny van de stervensbegeleiding en Killing Joe van de afdeling euthanasie. En wij vroegen ons gedrieën af of avontuur nog wel bestond. En om het lot eens flink te tarten besloot ik die dag met mijn kudde een bezoekje te gaan brengen aan de huishoudbeurs in Amsterdam. En om het lot eens extra te tarten besloot ik gebruik te maken van het openbaar vervoer. En ik zie me nog het Centraal Station uitrennen met 12 man naar lijn 4 van de tram. Ik zie nog hoe ik ze alle 12 die tram in prop. Ik wil er zelf bij opstappen, maar deurtjes klappen voor mijn neus dicht. En ze rijden zo voor mijn snuffert weg. Dus ik erachteraan. Ik erachteraan. Ik erachteraan. Ha! Ik erachteraan. Ha! 2 haltes verderop. Ha! Twee haltes verderop heb ik zin gehad. 2 haltes verderop heb ik zin gehad. Ik zou toch zweren dat ik hier net een paard had hangen. Mijn koninkrijk voor een paard. En kom voor de draad, lafaard. 2 haltes verderop heb ik zin gehad. 1 halte verder moeten we overstappen. Ik denk, dat gaat me niet weer gebeuren. Ik stap als eerste die tram in.
De deurtjes klappen achter me recht. En zijn met z'n 12 achter mij aan. Ha! Komen we aan bij de rij. Nou, dan kon ik ze rustig hun gang laten gaan. Daar vielen ze niet op. Tussen de huisvrouwen met het schuim op de mond van de zoveelste drefdemonstraat. Daar vielen ze niet op tussen de vingerloze dunschildemonstranten. Kruimeldieven en de patjepeegs. Ik ga een beetje scharrelen in die rij. Ik kom terecht in de Westhal. Blijkt daar Jumping Amsterdam gaande te zijn. Ik val gelijk met mijn neus in de barrage. Ik kom meteen over een grijze koffer heen waarvan de deksel open stond. Oeh. 12 strafpunten. Daarna volgde een driesprong. Hij weigert 1 keer, hij weigert 2 keer. Ik denk, ik zal hem laten voelen wie hier de baas is. Fout, die hulpverleners wel vachtig, maar... Ik kom met de kop aan de overkant en de rest van het paard blijft ergens tussen de hindernissen hangen. Sluitingstijd in de rij, ik tel mijn kudde, ik kom niet verder dan 11. En ik zie nog juist hoe een heilsoldaat met een van de mijnen een kroeg binnenglipt. Vuile veedieven. Ik besluit dat café, ik geef een strijdkreet, zij raakt in verwarring. Ik pak een meter wij er tussenuit. Had ik ze alle 12 weer bij elkaar, maar niet voor lang. Want we staan op een kruispunt en ik kijk naar links, ik kijk naar rechts, ik kijk nog een keer naar links. Maar zij waren intussen al lang overgestoken. Met voor 1 fatale gevolgen, daar lag hij onder het linker voorwiel van een vuilniswagen. En ik zag gelijk die blik in zijn ogen van, ik wil niet verder. En dan komt voor een hulpverlener dat moeilijke moment waarop hij iemand uit zijn lijden moet gaan verlossen. En daarbij worden een fouten gemaakt. En ik richt het pistool op zijn voorhoofd, maar zie in zijn ogen die blik van toe, vertel mij dat ene verhaal nog 1 keer. En ik stop mijn pistool terug in de holster en ik pak mijn spelkaarten. Ik zeg tegen hem, beste kerel, zoals jij daar nu ligt, heb jij het niet bepaald gemakkelijk. En eens te meer blijkt dat die monteurs in garages het met zo'n krik nog niet zo gek bekeken hebben. Want een hele dag onder een wiel liggen, dat valt beslist niet mee. Maar ik heb het ook niet altijd even gemakkelijk gehad in mijn leven. Zo was ik eens een keer met vakantie op Corsica. En ik kom terecht in een loesje kroeg en tegenover mij zit een non. Duidelijk zo een die er geen spijt van had. Non, je ne regrette rien. En zij haalt onder haar kousenband een spel kaarten vandaan. Ze begint uit te delen en te schudden. Ik denk nog wat een merkwaardige volgorde is dit, maar... Ik wou me toch graag bij de gebruiker van de orde en het eiland aanpassen. Bovendien was het buiten gaan regenen. Kogels. En ik pak mijn kaart op en tot mijn verbazing zie ik dat ik een handvol klavers heb. En als ik zeg klavers, dan weet ik dat mijn paard trek begint te krijgen. Heerlijk vindt hij het. En ik vind het zelf ook niet onplezierig, moet ik u eerlijk zeggen. Ik begin er al behoorlijk verslaafd aan te raken. Je kan rustig zeggen dat ik aan de horse ben. En zolang het gratis verstrekt wordt, zal ik niet zeggen dat ik er vanaf ben. Ik pak mijn pistool, ik schiet, bang, bang, schiet ik de linker voorband van die vuilniswagen. En wij naar het Centraal Station, we stormen het perron op. En ik zie nog juist hoe de laatste trein daar voor onze snuffert wegrijdt. En daar sta ik. Midden in de nacht. Helemaal alleen. Op een godverlaten perron. Helemaal alleen met 11 man en een paardenkop. En een mondharmonica speler. Die duidelijk op de pianist stond te wachten. Ah, daar was hij.
wij besloten om over de rails naar huis terug te keren. Biels na biels gleed onder onze voeten door. En een van de mijnen zei: dit is de langste trap die ik ooit beklommen heb. En ik zei: wees maar blij dat de lift niet komt. En voort ging het. Voort ging het. Onderweg kwamen we allerlei merkwaardige lichaamsdelen tegen. Het leek wel of die voorzitter van de spoorwegongevallenraad alleen maar met zijn drankkast in de weer was. Uren sjokten we voort, wat al lang thuis kunnen zijn als er niet een paar wissels verkeerd hadden gestaan. En door onze hoofden. Door onze hoofden klonk dat eeuwige refrein. Laatste trein. Laatste trein. Oh, als je toch eens wist. Laatste trein, laatste trein. Hoe ik jou heb gemist. Ik heb om jou te halen naar uit de naad gerend. Stort met liefste voor de eerste op een onbewaakt moment. En daar verscheen de zon boven de horizon. En uit pure vreugde schoot ik mijn pistool leeg in de lucht. Bang, 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 bang. Duurt dat nog lang voordat zo'n kogel bij de zon is, hè? En daar... daar zag ik de contouren van de ranch. En daar zag ik Spagaat Lady, Killing Joe en Guitar Johnny. En vroegen ze me, en ik kon niet anders dan toegeven dat avontuur nog bestond. Nog een kwartier te goed, dames en heren. Ja, ik wou ook al naar huis, maar toevallig stond de consumentenman tussen de coulissen. Ja, erop. Dus hier sta ik. Het is de eerste bommelding van vanavond. Kan je niet in Woensdrecht gaan wonen, waar je thuis hoort? Dames en heren, als allereerste wil ik u graag meedelen dat Spanje-Malta geëindigd is in 12-1. Zou je morgen opkijken in de krant, hè? Als ik gelijk heb. En dat is nou het voordeel van al die uitkijkers die thuis zitten te kijken, hè? Jullie weten dat het 12-1 geworden is. Ja. En zij niet. Zij denken dat ze ertussen genomen worden. En dat is ook zo. Of niet? Ha, ha, ha! Ja, ja. Hè, 13. Nee, 12. Frits, ja, ik ga nu aan de slag. Het is niet zo'n leuk verhaal, hoor. Deze lacht natuurlijk niet meegerekend. Deze trouwens ook niet. Die ook niet. Het zijn er al 4 extra. Hè? 5. En 6. En 7. Nou, het loopt langzaam op. Dat hoor je wel. 8. Nou, dat mag het toch zijn. 9. Gisteren zijn we tot 12 gekomen. 10. Nou, dat schiet toch aan. 11. Ja, nou, precies hetzelfde als gisteren, hoor je dat? 13. 1 meer. Hoe is het mogelijk, hè?
God, die Spanjaarden hadden het zo snel moeten. Nou, 14. Nou, jammer nog, het Nederland niet naar Frankrijk. Dat is uw eigen schuld. Dan moet je maar niet zo hard lachen. Dat is stom. Nou, goed. Ik sta er een beetje bij als de keeper van Malta, vind je niet? Die denkt dat hij bal heeft, maar die is al lang hier tussendoor gegaan. Een spin zit in zijn web. En hij hoort een merkwaardig gezoem. En de spin denkt... Het gezoem wordt iets luider. En de spin denkt iets luider. Het is een spin, hè? Geen papegaai, denk ik dan. Het gezoem wordt overdoofd. En de spin denkt... Dit wordt de grootste vlieg die ik ooit in mijn web gevangen. Hij kon ook niet weten dat het een stofzuiger was. Plok. Stof, zei gij. En tot stof zult gij wederkeer. En de spin die veegt het stof uit zijn ogen. En die strekt zijn poten. Ah, prikt zich aan een punaise die gisteren moet zijn opgezogen. En gaat op zoek naar een hoestbonbon die eergisteren moet zijn opgezogen. En die komt terecht in een klein tunneltje. En bij iedere hoestbui stoot hij zijn kop tegen de bovenkant van het tunneltje. En rolt door met effect. Topspin. En opeens ziet hij aan het eind van de tunnel een flintertje licht. Hij begint iets harder te lopen. Het licht wordt steeds feller. Hij zet het op een holle. Het licht wordt daglicht. Hij sprint naar het eind van de tunnel. Hij ruikt de buitenlucht. Hij holt zo hard hij kan. Hij is bijna buiten. Klik. Stof, zei gij. En tot stof zult gij wederkeer. En dit ritueel herhaalt zich dag in dag uit. En op zekere dag klik. Voelt hij naast zich en... Een spin. Een vrouwtjespin. Een spinet. En hij zegt tegen haar, volg mij. Ik breng jou door de tunnel der liefde. Naar het licht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En ze loopt achter hem aan. En het is klik. En die vrouw die vangt die klap op. Niet één keer, maar elke keer. Oh, vangt zij die klap op. En na een stuk of 12 keer zegt ze tegen die man... Mag ik misschien alsjeblieft ook eens een keer voorop lopen? Nee, helemaal niet nodig, zegt die man. Ben gek. Ik bedoel, daar moet je een kerel voor zijn en dat ben ik nu eenmaal, dus laat mij nou maar voorop lopen. Maar dat vrouwtje, dat pikt dat mannetjesgedrag niet langer. Die gooit het bijltje naar beneden. Zoals je weet hebben spinnen hier een heel klein bijltje. Gooit ze naar beneden. Dat hebben ze om, als ze in hun eigen web gevangen zitten, zich een weg naar buiten te kunnen hakken. En de vrouw loopt voorop, de man erachteraan en het is klik. En die man die vangt die klap op en die zegt, oké, laten we naast elkaar gaan lopen. Die had het na één keer al in de gaten. En, hè? Ja. Graag gedaan, Frits. En, vond hij leuk. En, ja, hij voelt natuurlijk de hete adem van de consumentenvrouw al in zijn nek. Want waarom moet dat een consumentenman zijn? Wat is het eigenlijk voor flauwekul, zeg. Tuurlijk. En op zekere dag is het klik, klik, morrel, morrel. Licht. De beide spinnen klampen zich krampachtig aan de binnenkant van de stofzak vast. Deze wordt tegen de muur leeggeschud. Klik, klik, donker. En een ruimte. Opgelucht kunnen de licht astmatische spinnen ademhalen. En ze besluiten samen een gezin te stichten. En met hun kinderen gaan ze dag in dag uit die tunnel in. En s'avonds voor het slapen gaan, zegt die vader tegen die kindertjes... Eens in de zoveel tijd hoor je klik, klik, morrel, morrel. Dan moet je je verschrikkelijk goed vasthouden. Anders kom je in de hel. En die kinderen s'avonds voor het slapen gaan... dat we toch maar vooral vasthoudend mogen zijn. Omdat we anders in de hel terechtkomen. En die vader denkt,
Maar op zekere dag, kluk, kluk, morrel, morrel, kietelt er bij even die kleine spinnetjes een haar onder zijn oksel. En hij is zo slap van het lachen dat hij zich niet vast kan houden en stort in de hel. En s'avonds al die kleine spinnen, dat we toch maar nooit zullen lachen, omdat we anders in de hel terechtkomen. Nou, je moet het zelf weten, hoor. Dan maak het maar erger dan het al is. Doe maar, toch? Ik zal wel voor jullie bidden. Maar na een paar dagen kruipt daar een spinnetje in die stofzak binnen en zegt... Wat van die hel is allemaal flauwkul. Dat licht daar is precies hetzelfde licht als aan het einde van de tunnel. Je moet gewoon loslaten en dan kan je webben spinnen en vliegen vangen. En die vader snoert hem de mond. En die roept gevaarlijke Oosterse praatjes. Hier iedere week geen enkele aandacht aan te besteden aan dit soort obscurantistische flauwekul. Als we dit soort dingen voor waar gaan nemen, komen we nooit aan het einde van de tunnel. En die kleine roept, toch is het zo. Oh ja, ze die van, ja. Toch laat ik de volgende keer weer los. Dan zal ik ervoor zorgen dat je niet eens vast kan houden. Leg je pootjes maar op de tafel. Hak, 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 hak. La, 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 la. Klik, klik, morrel, morrel. En dan gaat hij voor de tweede keer naar de hel. En s'avonds al die kleine spinnen voor het slapen gaan. Zo dankbaar dat we onze pootjes nog hebben. Om ze te kunnen vouwen. Maar na een paar dagen rolt daar een spinnetje zonder pootjes die stofzak binnen. En zegt, toch is het zo. En die vader denkt, stom dat ik zijn tong niet heb uitgerukt. Stom dat ik hem niet gekruisigd heb. Stom dat ik hem niet op de brandstapel heb gezet. Stom dat ik hem niet met zijn poepert op een vlijmscherpe paal heb geplant. Stom dat ik hem niet met het zwaard verdeld heb. Stom dat ik geen uitgehongerde rat in een kooitje zonder bodem op zijn buik heb gezet. En hij loopt naar voren. En zegt tegen die kleine spinnetjes, wie van jullie hier in deze muffe stofzak heeft het gevoel dat die kleine gelijk heeft. En al die pootjes gaan omhoog, allemaal, voor de laatste keer. Hak, 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 hak. En dan klik, klik. Morrel, morrel. Licht. En daar zwermen al die spinnen uit naar het licht waar je webben kan spinnen, vliegen kan vangen. Als je pootjes had gehad. En nu nog vandaag de dag staat in een pretpark voor spinnen die oude stofzuiger. En spinnetjes van het Spinoza Lyceum worden er langs geleid door leiders en leidsters. En die leggen uit dat vroeger in die stofzak een spinnenkolonie huisde. Die dacht dat je helemaal door die slang moest lopen om bij het licht te komen. Terwijl je simpel moest wachten en op tijd loslaat. Kleine spinnen moeten lachen dat je zo bekrompen kunt zijn dat je denkt dat je de smalle weg moet kiezen. Terwijl de brede daar toch immers voor je open ligt. Dan krijgen ze allemaal een suikerspin en dan gaan ze naar huis. En in die stofzak bleef achter stoffelijke resten van wat eens was. Behoudzucht, vasthoudendheid en handhaverij. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren.
jammer. Oh! Wat jammer dat ik daar niet op spelen kan. Oh. Wat een mooie tropische vissen zwemmen hier. Piano van Sneeuwwit. Yamaha. Ik wist niet dat hij ook al drie wielers maakt. Even kijken of ik hem aan de praat kan krijgen. Nou, dat wil wel lopen, zeg. Daar wil Veronica best een strandrace mee organiseren, zeg. Maakt herrie genoeg. Nou, dat waren wel zo'n beetje de grappen die er te maken zijn, dacht ik. Ja, haal maar weer weg. En graag een flesje Cassis. Ja, dat laatste was echt. Zo. Laat het nooit afgelopen zijn. Wij liepen hand in hand door het plantsoen. Ik zag ons al als bruidegom en bruid. Mijn lippen tuiten al bij voorbaat van haar zoen. Zij durfde niet te zeggen, het is uit. We liepen samen door tot aan het hek. Ik hield voor haar het poortje open. Toen zei ze, klinkt misschien een beetje gek, maar tussen ons is het afgelopen. Laat het nooit afgelopen zijn. Kinderen zijn hinderen, zei vader trots. Zelf heb ik een jongen en een meid. Net ben je bevrijd van poep en kots. Trakteren ze je op hun puberteit. Portemonnee ligt omgekeerd. Zeker staan we Lego kopen. Je vulpen leeg, je video gedemonteerd. Is dit nu eindelijk afgelopen? Wat doe jij hier? Dat is verstandig. Laat het nooit afgelopen zijn. Wie er ook ontwapenen wil, de ander gaat er stevast tegenin. Altijd hij wil niet, ik wil wel. Niemand durft te zeggen, ik begin. Krijgt een van de twee de kolder in zijn kop, hoeft hij zijn pen maar in de inkt te dopen. Drukt een andere voor hem op de knop. En dan is het afgelopen. Laat het nooit afgelopen zijn. Nee. Nee. Is om te laten zien dat het geen playback is. Anders denkt u, ja, dat kan Vanessa ook. Hè. Ja. Nooit van gehoord. Nooit. Nee, het mag niet aflopen. Al zijn de kansen nog zo klein. Dit is mijn vrouw. Daar mag u best voor klappen, maar ze blijft van mij. Hoewel van mij. Nee, we hebben juist afgesproken dat we naast elkaar gaan lopen. Vaker. En, mag ik nog even iets tegen de mensen zeggen? Ja? Makkelijk gaat dat hier.
Kunnen we hier niet gaan wonen? Permanente televisiecamera's in onze huiskamer. Komen we ook nooit meer in privé. Ik zou als kerstboodschap aan de regering willen zeggen... Tenminste, laten we het nog even regering noemen. Positief. Ik zou willen zeggen, noemt u nou al die uitkeringen BKR? En maak je in één klap van alle werklozen en arbeidsongeschikte kunstenaars. Zou dat niet het beste zijn? Een tamelijk reactionaire gedachte, hoor, dames en heren. Maar goed, als u dan een applausje voor over heeft. 1, 2, 3, 4. Wat fijn om idioot te zijn, zo weerloos als een klauw die ontwapend door verdriet roept, lach of ik schiet en ziet hoe gauw dat komt uit de mouw. Wat fijn om idioot te zijn, zo lelijk als de nacht. En met een grote bek, spot met elk gebrek. Wie maakt je wat zo lang de wereld om je laat? Wat fijn om idioot te zijn. Wat fijn. Ik ben zo idioot, de mensen lachen zich half dood. Thank you.